Hallo, sorry dat ik zomaar even je tijdlijn binnenkom vallen, maar ik heb een aankondiging. En de aankondiging is dat we vanaf dinsdag 6 december om 6:30 s'avonds de eerste uitzending gaan hebben van Niklav TV Live. En Niklav TV Live, uiteraard ken je Niklav TV al van de wekelijkse uitzendingen in de winter. Maar we gaan het nu live doen. En waarom live? Nou, heel eenvoudig. Omdat het, als het live is, is het interactief, actueel. Je kunt direct je vragen stellen. En je krijgt uiteraard ook direct antwoord. We gaan het namelijk op Facebook doen. Op de pagina Spaanse Woning. Waar je nu ook al naar kijkt als je live meekijkt. Dus eigenlijk heel eenvoudig. Op die manier kan iedereen, heeft iedereen makkelijk toegang. Het is gratis. En ja, je kunt het ook weer makkelijk terugkijken als je een keer de uitzending niet kunt volgen. Even een paar tips. Als je naar Spaanse Woning gaat, zoals ik hier nu ben. Uiteraard, om het allemaal te kunnen volgen en ook om ook op de hoogte te blijven van wat er allemaal te doen is op deze pagina, Nederlandstalige pagina over Spaans onroerend goed. Daarvoor klik je natuurlijk hier eerst op Vind ik leuk. En als je op Vind ik leuk hebt geklikt, dan kun je kiezen. Zo, het zal allemaal zo staan waarschijnlijk als je het opent. Hiernaast Vind ik leuk zie je een driehoekje naar beneden. Daar ga je klik je eigenlijk niet op, maar scroll je eigenlijk een beetje overheen. Dan kun je kiezen voor als eerste weergeven. Dat klik je aan, dat er een vinkje voor staat. En alles aan, dat er ook een vinkje voor staat. Op die manier mis je niks. En krijg je vanzelf een melding als er weer een nieuw bericht is. Of dus als er een live uitzending is. Dus altijd makkelijk om dan te weten wat er allemaal speelt. Dat wat betreft de Facebookpagina. Wat gaan we doen bij Niklav TV Live? Ik gaf het al even aan. Ik ga vragen beantwoorden. Je krijgt uitleg en informatie over het wonen in Spanje. En dat is zowel voor huurwoningen als voor koopwoningen. Want heel veel informatie voor als je naar Spanje wilt gaan verhuizen is nou eenmaal zowel voor huurders als voor kopers. Het is vergelijkbaar met mijn e-book. Dat kun je hier zien. Het e-book is geschreven om uitleg te geven van A tot Z. Wat er allemaal komt kijken als je naar Spanje gaat verhuizen. En dat e-book is ook heel eenvoudig te downloaden. Het is gratis. Dus wil je alvast voorbereiden. Niet alleen op de Niklav TV live uitzendingen, maar natuurlijk ook voor als je plannen hebt om naar Spanje te verhuizen, dan zou je eventjes het e-book kunnen downloaden. Dat kan heel eenvoudig. Je gaat naar de website, even kijken, van het e-book. Dus gratis e-book, dan klik je op download. Hieronder kan je met een hele grote blauwe knop. Dan kom je op de pagina om het daadwerkelijk te bestellen. Ook dat wijs ik zelf. Je vult hier de naam in, je e-mailadres, je klikt op verzenden en het is gebeurd. Dan krijg je het e-book vanzelf in je mailbox. Ik zie dat er iets verkeerd is gegaan, dus ik doe het nog heel eventjes opnieuw. Een momentje.
Hier is dus de pagina van het e-book. Je had mij net gewoon in beeld. Dat was niet de bedoeling. Het is allemaal even wennen nog. Het is allemaal nieuw. Klik dan hier op deze grote blauwe button. Download het e-book. Dan vul je hier de naam en je e-mailadres in. Je klikt op verzenden. En daar is het. Meer hoef je niet te doen, want dan krijg je het e-book vanzelf in je mailbox. Dus dat wat betreft het e-book. En het is zeker de moeite waard om het eventjes door te lezen. Heel veel mensen hebben het ook al doorgelezen. Ik krijg er vragen over, die beantwoord ik dan weer. En zodoende komt er ook weer aan het eind van het jaar een update van het e-book, waar dan weer de antwoorden op de nieuwe vragen in verwerkt zijn. Dus even downloaden. Je ziet heel veel informatie. Het is een dik boek, misschien niet zo dik als je net op de video zag, maar het is meer dan 100 pagina's op A4 formaat, met video's, met foto's, met links, dus veel informatie. Oké, terug naar de Nicola TV live uitzendingen. Zoals ik al zei, de eerste uitzending is gepland op dinsdagavond 6 december. Om 6:30. Dus schrijf het even in je agenda. Maar als je net hebt meegedaan met het aanmelden op Spaanse woning pagina op Facebook, dan krijg je vanzelf een melding als het zover is. Dus mis het niet. Nicola TV live. Nou, dat was eigenlijk de eerste aankondiging. Ik heb nog wel één heel klein dingetje. Want als je mee wilt helpen om de uitzending interessant te maken, ook voor jou, dan heb ik misschien een leuk idee. En dat idee is, je kunt mij, als je wilt, foto's toesturen van waar je woont in Spanje. Of een video opnemen van wat je zoal in Spanje doet, bijvoorbeeld. Of waarom je plannen hebt om naar Spanje te gaan, wat je allemaal hebt voorbereid, et cetera. Heb je een camping bijvoorbeeld, of een bed and breakfast, of wil je iets vertellen over de omgeving? Maak er een video van. Foto's ook leuk, maar video, ja, bewegend beeld, dat is nou eenmaal aantrekkelijker natuurlijk. En dan ga ik kijken of dat het, of dat ik het kan verwerken in ja, Nicola TV. Dus als je het leuk vindt, als je gaat filmen. Doe dat dan wel eventjes, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon of met een camera. Met een camera is het geen probleem, maar als je met een mobiele telefoon doet, doe het dan even horizontaal. Want als je het verticaal doet, dan krijg je echt een hele rare weergave, zowel op televisie als op je computer, et cetera, et cetera. Dus beter eventjes horizontaal filmen. Het is een epidemie. We moeten het stoppen. Nu. Vechtpartijen, dronken meisjes, rampen. Explosies, allemaal verticaal gefilmd. Wij als bazen van het journaal moeten het beeld nu vullen met zwart en nog meer zwart. En dat vinden we dood en doodzonde. Stelt u zich eens voor dat de moord op Kennedy verticaal was gefilmd. De val van Patty Brat of de persconferentie van Geert Wilders. Dan hadden we maar gedeeltelijk kunnen zien hoe erg het allemaal was. Dus bent u getuige van een ongeluk, een natuurramp, een vechtpartij of dronken meisjes? Film dan horizontaal. Zo dus. Of zo. Niet zo. En al helemaal niet zo. Bijna goed op die muts in het midden na. Doe normaal. Film horizontaal. Doe normaal. Film horizontaal. Je televisie is tenslotte ook niet rechtop tegen de muur aangezet. Gewoon horizontaal en krijgt een mooi beeld. Goed. Deze eerste aankondiging zit erop.
Ik hoop dat ik je mag begroeten tijdens de eerste uitzending op 6 december. Stel dan je vragen. Heb je nu al vragen? Zet ze gerust onder deze video. Ik zal er zeker naar kijken. Nu behandel ik ze eventjes niet. Maar uiteraard vanaf 6 december dan wordt alles live direct beantwoord en krijg je verder uitleg. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens.